Jullie vieren vandaag de laatste schooldag. Hoe is dat zo gekomen? Ja, onze leerlingen hebben eigenlijk al jaren dat er een laatste schooldag is. Die is meestal voor de examens. Daar staat er een springkussen, daar zijn er wat activiteiten voor de kinderen en de bekende frietkar. Dit jaar hebben we eigenlijk besloten, ja, in april kon het nog niet met de hele coronatoestand. Toen hebben we verschoven naar een later datum, wisten nog niet precies wanneer. Dat is 1 juli geworden, dan heb je altijd mooi weer namelijk. En dat viel wat tegen. Maar toen we gingen plannen hadden we nog de 1,5 meter regel. Dus daar zijn we eigenlijk van uitgegaan. Diverse sportieve activiteiten. Wat meer georganiseerd dan normaal. En ja, gaandeweg konden we dat gelukkig wat loslaten. Dus we hebben nu een mooie mix van wat activiteiten. En toch ja, die gezelligheid, die knusheid die het normaal heeft. Vroeger moest je school maar afwachten wat er ging gebeuren op de laatste schooldag. Maar nu wordt zelfs dit al gepland. Ja, wij dachten dat we redelijk veilig waren. Wat schetst onze verbazing toen we het gebouw binnenkwamen vanochtend. Er moet iemand van het personeel in het complot hebben gezeten, maar toen lag er 250 kilo stro in onze aula. Ballonnen, het was 1 grote bende. Het zag er heel gezellig uit, dat wel. Maar ja, daar hebben we toch eventjes nog wat puin moeten ruimen voordat we daar de school vrij konden geven. Maar ja, de leerlingen hebben zich aan de afspraak gehouden, ludiek. Zelf opruimen en geen schade maken. Nou ja, en dat hebben ze gedaan, daar zijn ze dit jaar erg creatief mee geweest, moet ik zeggen. Geeft het de kinderen nog het gevoel als een laatste schooldag? Wat ik zo merk wel, ze zijn er wel heel blij mee. Het is toch de laatste keer dat ze echt samen zijn in die ontspannen setting. Er komt nog een keer een diploma-uitreiking, dat is wat formeler. Ja, ook met corona doen we dat dit jaar weer per klas in plaats van in 1 keer een hele laag. Dus ja, nu loopt alles nog een keertje door elkaar. Ze hebben allemaal hetzelfde shirt aan. We hadden gepland op een kwartfinale plek voor Nederland. Nou, dat is niet, zat er niet helemaal in. Maar de lol is er niet minder om. En ze schrijven op elkaar shirts, allemaal boodschappen. Dus het is ja, een sfeertje als vanouds. Wat ben je allemaal aan het schrijven? Bij mijn handtekening. De handtekening? Is dat een officieel stuk? Sorry, wat zei je? Is dat een officieel stuk? Ja, ik ga ze nooit meer weggooien. Ga je dat shirt nou heel goed bewaren? Ja, ja, heel goed bewaren, ja. Wat vonden jullie van de laatste schooldag? Wat gaan we aan het doen zijn? Het viel wel tegen. We hadden daar heel veel meer van verwacht. Ja, maar het is wel heel gezellig. Ja. Maar wat hadden jullie ervan verwacht? Ja, springkussen. Zijn... Ja. Is dat niet iets voor kleine kinderen? Nee. Ja, het is wel gezellig, het is wel leuk. Maar dan gaan jullie na deze laatste schooldag er nog een extra feestje aan vastknopen, denk ik. Ja. Ja. Echt een knalfeest gaan we ervan maken. Hebben jullie nog iets speciaals gedaan na het examen? Knalfeest nog of zo? Nog niet, dat komt nog. Dus er gaat nog een groot knalfeest komen. Ja, wel een aantal knalfeestjes. Nou, veel plezier. Dankjewel. Wat hebben jullie vandaag allemaal georganiseerd? We hebben eigenlijk een soort sportdag georganiseerd hè, voor de laatste schooldag. Allerlei spellen, ludieke spellen, maar ook gewone sportspellen zoals voetbal. We hebben bijvoorbeeld de archery tag, dat is eigenlijk een soort boogschieten op elkaar. We hebben bumbal, dat is ook weer een heel nieuw apart iets. We hebben een silent disco vanuit het stille feestje geregeld. Dus eigenlijk van alles voor de leerlingen om te doen. Ja. Jullie zijn als Leudal Leeft gevraagd om dit te organiseren. Wat is Leudal Leeft precies? Wat doet Leudal Leeft? In Leudal zijn wij altijd op zoek naar het stimuleren van sport. En dat doen wij op hier een middelbare school, maar ook op basisscholen, bij mensen met een beperking, met ouderen. Dus we hebben eigenlijk een hele brede doelgroep. En eigenlijk ons doel is om sport zo goed mogelijk bij de jeugd erin te krijgen. Ja. Want dit is niet alleen een sportactiviteit, dit is echt een laatste schooldag en ja, dat doen ze van alles en nog wat. Ja, dat klopt. Ja, we hebben het vandaag vooral gericht op gezelligheid. Dus inderdaad, ze hebben verschillende pauzemomenten. Ze hoeven niet per se volle bak mee te doen. Het gaat echt puur dat zij een leuke laatste schooldag hebben. En dat er wat sportieve activiteiten daarbij horen, ja, dat maakt het natuurlijk nog extra leuk. Ja. Ja, vandaag je laatste schooldag. Ja, klopt inderdaad. Is gek hoor. Maar je hebt al examen gedaan. Ja, klopt. Dat is ook alweer een tijdje terug. Dus al een tijdje niet meer hier geweest. En dan toch nog terugkomen voor de laatste schooldag. Die stond eigenlijk eerder al gepland. Maar door corona hebben we moeten verzetten. Dus nu hebben we hem wat later gehad. Maar wel fijn dat het even goed kan.
Nou is deze laatste schooldag helemaal georganiseerd. Hebben jullie zelf ook nog iets ondernomen? Ja, we hebben natuurlijk wel examenstunts bedacht, maar die werden toch niet enorm goed gekeurd. Want we hadden namelijk hooibalen in de aula neergelegd. Maar dat was redelijk glad, dus dat hebben we toch weer snel mogen opruimen. Maar het idee was leuk in ieder geval, ja. En ben je trouwens geslaagd of wat is het geworden? Ja, zeker. Ik ben geslaagd. Dus volgend jaar studeren. Ja. En vandaag ook je laatste schooldag gehad. Hoe was het? Ja, heel gezellig natuurlijk. Ja, het was erg leuk om iedereen ook weer te zien. En het is natuurlijk wel jammer dat we nu afscheid nemen. Maar ja, het was gewoon heel gezellig. Een hele leuke sfeer. Wat heb je allemaal gedaan? Eigenlijk heel veel activiteiten. We hebben nog zitten boogschieten. Er is een silent disco. En er is ook nog een spel met iets van een klittenband. Die vond ik ook heel erg grappig. En ja, natuurlijk leuk pauze houden samen met vrienden. Dus dat is ook heel erg leuk. Gaan jullie nog andere dingen doen naast wat jullie hier gedaan hebben vandaag? Nou, ik ga nog met wat vriendinnen wat doen. Maar niet iets heel speciaals of iets. Nog op vakantie geweest na het examen? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik kon niet echt zo goed met corona. We wouden wel gaan, maar dat is uiteindelijk nog niet doorgegaan. Dus dat is wel jammer. Maar het was wel heel erg leuk. Gewoon een paar dagjes gewoon weg naar de stad. Nu staat de druk op. Ja, nu staat de druk op. Ik weet niet of ik het nu nog mooi kan maken. Oh, die komt. Je shirt staat al behoorlijk vol met teksten. Ik heb geen idee wat erop staat. Oh, dat vind ik nou. Ja. Maar dat ga je natuurlijk heel goed bewaren, dat shirt. Ja, ik denk niet dat hij in de was kan. Nee, ik zou hem ook niet meer wassen natuurlijk. Inlijsten en ophangen, denk ik. Ja, nou, inlijsten nog net niet, denk ik. Lekker met zweetplekken en al. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? We hebben vandaag een paar spellen gedaan. Ik heb aan een laatste schooldag iets mee gedaan. Een slotje aan het hek hangen. En voor de rest ja, gewoon met vrienden een beetje lol maken. Vind je het jammer dat er een eind is gekomen aan de school? Ja, het is wel jammer dat het geëindigd is. Maar het hoort er wel bij. En ik heb ook wel zin in een nieuwe school. Wat ga je volgend jaar doen? Diergeneeskunde in Utrecht. Is dat wel gezellig, hè? Zo alleen naar de muziek zitten te luisteren? Ja, natuurlijk. Ja, het heeft wel iets. Het heeft iets, ja. 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 Horen jullie nou allemaal hetzelfde? Ja, we hebben drie zenders. Rood, blauw en groen. En ja, als iedereen groen op heeft, horen we allemaal hetzelfde. Ja. Wat hebben jullie nog meer gedaan vandaag? Gevoetbald, lekker friet gegeten, ijsjes gegeten, ja, ijsjes gegeten. En eigenlijk nog meer ijs. Ja, nog meer ijs. En allemaal spellen, maar ik weet niet echt hoe het heet. Dus ja, maar super leuk opgezet van Elsa. Dus, ja, echt heel leuk. Vinden jullie het jammer dat het nou de laatste schooldag is? Dat het zo moet wel met corona, ja, dat wel. Maar ja, het is al fijn dat we iets hebben. Ja. Wat hadden jullie eigenlijk willen doen? Eigenlijk hetzelfde als de jaren ervoor, zeg maar. Op het grasveld en dan gewoon een leuk feestje met z'n allen. Ja. Maar dit is al prima dat dit überhaupt nog wel kan. Ja. Ik hoor dat jij wel een heel grote fan bent van een van de leraren hier. Ja, zeker. Ik ben een goede fan van Ruud Kessels. Maar dan ga je de school wel heel erg missen. Ja, dan niet toch. Nee, dat boeit mij eigenlijk niet. Alleen meneer Kessels ga ik missen. En u bent meneer Kessels? Ja, dat klopt. Al meer van dit soort fans gaat hier op school? Nee, dit is eenmalig. En extreem. Ja. Dus ik ben er wel heel trots op, maar we laten het wel bij deze ene keer. Ja, ja, ja. Maar waar komt die adoratie vandaan? Ja, dat zal hij aan de leerling moeten vragen. Een verjaardagscadeau. Ja, ik heb de zwembroek heb ik als verjaardagscadeau gekregen. Van? Van Raf en van Jules. Maar voor de rest, ja, hij is gewoon een toffe leraar, dus daarom.
Je gaat de school wel missen dan? Ja, dat wel. Ja, alleen het gebouw, voor de rest niks. Nee. Wat ga je volgend jaar doen? Ik ga volgend jaar naar een andere school. En dan, welke school? Suma College. Eindhoven. Ja, Eindhoven. En jullie gaan allemaal mee met hem? Nee. Ik ga naar Venlo. Ja, dus. Oké. Okay. Ja. En waar ga jij naartoe? Ik ga naar Den Bosch. Dan valt de hele club wel een beetje uit elkaar, denk ik. Die is nog een belangrijk. Maar waar ga je? Ik ben de allergrootste fan. Hallo. De allergrootste fan van wie? Meneer Kessels natuurlijk. Ja, ik heb een hele shirt hier, allemaal handtekeningen. Maar luister, dan had je gewoon je examen heel slecht moeten maken. Had je nog een jaartje mogen blijven. Ik heb ze ook niet goed gemaakt. Maar wel geslaagd? Ja, tot nu toe wel voor VMBO. Maar ik heb 2 jaar examens gedaan. En die voor haar, dan kan ik naar HAVO gaan, zeg maar. Dus ik krijg vrijdag uitslag daarvan. Maar je blijft gewoon hier nou? Ja, ik wel. Nou, mooi. En succes dan volgend jaar. Ja, dank je wel. Ja, dit kan!